gaan crashen! Aan je bek! Rijden! What the fuck? Je staat stil! Rijden! Rijden! Hallo, zijn Pankies, ik ben Rick van Servant Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van de vlog. Ik zit in de auto bij Stefan. Het is een wilde rit. Oh. We zijn op weg naar Walibi. Ja, dat is een kleine aardbeving in de auto. We zijn op weg naar Walibi. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om naar Walibi te gaan? Je zei bij Zuid Random, nou, was naar Walibi. Weet je, ik wilde een tijdje naar Walibi en er waren een aantal mensen die wilden mee, zeiden ze. Dus ik zeg van, nou ja, ik wil zaterdag of zondag en iedereen, ja, ik kan niet zaterdag of zondag. En opeens wou ik Rick wat stoms zeggen of zo. En toen dacht ik van, hey, maar ik kan ook vragen of hij meegaat naar Walibi. Ik kan ook gewoon zeggen of hij meegaat naar Walibi, precies. Ja. Precies. En zo geschiedde het. Zo geschiedde het. We zijn goed op weg. Het is nu 20 over 11 of zo. Ja, 10:23. 20 over 10 bedoelde ik. De bedoeling was... We hebben natuurlijk 57 kortingen, Rick. 57 kortings. Wij zijn deze keer YouTube boys. Precies. Onze YouTube valuta voldoet niet om een kaartje te kopen. En dan gaat het maar op deze manier. Het idee was dat we 9:15 al weggingen naar het station, waar Stefan me net heeft opgehaald. Alleen iemand had zich een uur verslapen. Stefan... Nee, maar dan moet je toch even uitleggen, Rick. Wat is het verschil tussen door je wekker heen slapen en je verslapen? Dat was gewoon een grapje, ja. Hij belde op en zei, Rick, heb je verslapen? Ik zei, nee, mijn wekker ging en dat hoorde ik niet. En dan sliep ik dus doorheen. Dat is heel wat anders. Ik meen het niet ofzo. En ik heb net van Stefan een heel lief cadeautje gehad. Want hij zat al de hele tijd te pushen dat we een nieuw Super Mario Bros. Voor de Wii moesten let's racen. Hoe, wat zou het cadeautje nu zijn? Ja, dat is spannend. En ik zei, ja verdomme Stefan, die game kost echt 30 euro. En Stefan heeft dus op de koningin, dacht maar, voor 7,50 was het? Ja. 7,50. Deze game heb ik dus nog niet. Nu wel. En nu gaan we hem racen. Garandeerd. Eigenlijk heeft Stefan nu gewoon voor 7,50 100 abonnees ingekocht. 100 maar? 100, nou, dat, 200. Dat verwacht ik toch wel minimaal per aflevering. Nou, wij gaan wel verder als we bij Walibi zijn. En we hopen dat het niet druk is. Het regent wel. En ja, we hopen ja, dat mensen regen. We gaan niet meer. Dat regent in een wachtrij. Ik had dat vorige keer. Ja, wij wel. Niet de laatste keer dat ik in Walibi was, maar de keer ervoor dat het regende. En daarom was er gewoon geen hond. Ja, ik was weer slecht was. Of vorige keer dat ik in Walibi was, maar toen werd het park ook half verbouwd of zo. Goed, maar toen regende het ook ietsjes en toen hoefden we maximaal 10 minuten in de rij te wachten. Nou, dat is geweldig. Daar doen wij het voor. Precies, 10 minuten wachten. We moeten trouwens ook even melden dat we het niet eens zijn met het kapitalistische beleid van Walibi. Klopt. Ze hebben momenteel dat je als je 40 euro betaalt, dan je ziet trouwens gewoon mijn camera op en neer. En dan is het drempel. Voor 40 euro dan kun je gewoon extra, meteen door, 40 euro extra kun je meteen doorlopen in alle rijen, stelt je het nakkers. Dan betaal je 72 euro voor je kaartje. Dan sta je lekker in de rij en dan komen van die rijke mannen met die stokken met edelsteen erin. En die gaan de vordering in de rij. Sukkels. Tot ziens. Snoebers. Arme zwervers. Nou, we zijn er zo meteen weer. La! Tada! Oké, dit. Oh, het is best wel warm in mijn oor. Ja. Hallo jongens, dit is het uitzicht dat wij momenteel hebben. Stefan en ik zijn lekker romantisch met z'n tweekes. In het reuzenrad. En het is echt koud en nat. Maar niet van de regen. We hebben echt al meerdere avonturen beleefd. Het begon met de eerste attractie waar we ingingen. Ja, de Express. De Express. Er stond namelijk een meisje voor ons in de rij. En die zat op Instagram. En ik zat dus te kijken van, hey, hoe heet ze op Instagram? Ben ik er gaan volgen en heb ik op alle foto's dingen gereageerd. Dus hey, is het leuk in Walibi? Oh, ik zag het net ook in de rij van de Express. En toen is ze me geblokkeerd. Gewoon helemaal niet weten wie het is en dan nog een blokkeren. Later zagen we er weer. En toen zeiden we, Walibi mag geblokkeerd! En toen zei ze, oh, dat was die jongen. Dus toen ging ze lachen. Begon ze heel te giechelen. Een nat katje. En toen zeiden wij, als een nat poesje. Toen zeiden we van, nee, we gaan je zo heen. Ja, wou ze niet zeggen. Dus nu zijn we er kwijt. Maar we zijn er kwijt. We zoeken er wel weer. Ze had een vrij opvallende broek aan. Ze had een roze broek. En later zagen we nog een keer, zat ze naar ons te lachen stiekem. Dus ja, ik denk dat ze ons wel leuk vindt. Verliefd. Alleen, ik zei nog, unblock me op Instagram, heeft ze niet gedaan. Nee, helaas. Voor de rest, hebben we nog meer voor avonturen beleefd, Stefan? We hebben net Merlijn van hekserij beschuldigd. Ja, we zijn twee keer in de Goliath geweest en we gingen voorin. Dachten we, goed idee, extra naar achter voorin. Keiharde regen op ons hele gezicht. Zo'n scattergun je huid penetreert. Het voelde gewoon alsof ik keihard regen in mijn gezicht kreeg. Zo voelde het wel. Ja, alsof ik regen in mijn gezicht kreeg. Ja. Precies, dat is echt. We zijn dus nu bijna in het toppunt van het reuzenradje. Het is maar even chill. Hey, en ik ben ook op het toppunt, Rick. We zijn ook op het toppunt. Dan hebben we nog meer gedaan. Een broodje Unox gegeten. Super enthousiast. Ik ging altijd als kindje naar beneden tuffen hier. Dat vond ik super hip. Oh, daar staan die mensen toch?
Ik ben echt gewoon het... Fuck the police! Recht op die passagiers! Stil direct! Recht op die paal hier! Op die paal! Oh, nou jongens, wij gaan zo meteen ook nog in, waarschijnlijk in de waterbaan. En dat ga ik ook nog even daar een vlogje opnemen. En we gaan in de Garden de Jardin. Hey, iemand is zijn brood vergeten. Dat is best wel raar, want Jardin is al tuin. Maar alsnog, dat klopt niet. Tour de Jardin, dat zijn we de Tour de Tuinen. Het is in ieder geval hartstikke leuk, ondanks de regen. Het is echt gigantisch, niet druk. Nee, en dat is super rustig. Dat is de regen al waard. Ik heb liever dit dan dat het heel druk is met een lekker weertje. Maar nou, ik zie ondertussen twee mensen met roze broeken. Oh, echt waar? Nee. Ik zie daar één lopen, maar die andere had toch ook een roze broek aan? Ze hadden allemaal, meisjes hebben altijd een roze broek aan. Dat is waar. Nou jongens, tot zo! Daar zijn Rick en Stefan weer in de tuinen met bloemen. We zijn in de spannendste attractie beland. Hij gaat straks over de kop, dus... Ik heb meerdere updates voor jullie. Ten eerste, we hebben net een meisje ingevonden en ik heb er gefilmd. De beelden komen er zo meteen aan, maar nu... Het ging ongeveer zo, we waren bij een pratende fontein, die echt kapot grappig was. Ja, echt kapot grappig. En straks als we Cheerios voor je kring gaan halen, hopen dat de fontein weer bezig is en dan gaan we het filmen. Er zit maar een mannetje op een afstandje, die luistert dus mee wat er gezegd wordt tegen de fontein. Die kijkt met camera's mee en dan spreekt die mensen aan en dan maakt hij ze belachen. Dat zeggen dat ze kleine penis hebben. Grappig, weet je, dat is echt, Hij zei net bijvoorbeeld, toen zette hij zijn waterkraantjes uit en zei hij, ja dan weet ik ook eens hoe het is om droog te staan. Dat soort dingen, dat is echt, gekke fontein. Ik ging net bijna over mijn nek. Dankjewel Stefan. We zaten in een van de draaiattracties. Ah, dat was een draaiattractie. Is dat die daar? Dit is hem. Spannend. Dit kreng. Je ziet het niet heel goed, maar het kwam op neer. Die draaide een beetje. Ik zei Stefan, dan ga ik echt niet in, dan ga ik over mijn nek. En Stefan, ja Rick, je gaat er wel in. Oh, we gaan crashen, ik sta stil. Stefan zei, ja Rick, je gaat er wel in, anders... Rick, we gaan crashen! Oh, je bent! Rijden! What the fuck, je staat stil! Rijden! Oh nee, dit gaan we filmen. Dit is spannend. Oké, hij staat nog steeds stil. Oh nee. Hij staat ook stil. Is de attractie gewoon gekapt of zo? Dit is de spanning ervan af. Spannend. Kom op, beuken. Ja, duw het Stefan, duw het ding. In ieder geval, Stefan zei Rick, je gaat er verdomme in. Dan gaan we daar niet meer in attracties waar jij misselijk van wordt. Kutzooi. En ik werd me nog een partij misselijk van dat ding, joh. Ik ben helemaal wit aan. Foto, nu. Oh ja. Ik ben best blank geworden. Bleek. En hebben we koffie gehaald en nu zijn we hier eigenlijk. Ja, zijn we nog in de speed-up sound geweest? Kwamen we onze chickies hier tegen, maar die zijn nu tussenuit gepiept. Ja, en dan gaan we net nog een kijker tegen en alle kijkers kennen gewoon Stefan niet. Nee, echt lullig, ik snap het niet. Rick, ik ga al solo. Ik heb Roze Woensdag gedaan, ja? Hij heeft Roze Woensdag gedaan. Wat was het ook weer voor game? Disney Princess 1. Disney Princess 2 hadden we toen voor de helft opgenomen. En van Mario Galaxy. Maar 1 en binnenkort 2. Ja. Binnenkort. En nu is het Mario Bros. Wii een race. Ja, die is nu niet online. Nee, maar die heb ik hier, want ik gooi hem van een Wii even in de sloot zo. Mag ik hem dan hebben? Want ik heb hem ook nog niet. Nou, wij houden het hier weer bij. En als we meteen wat vertellen hebben, dan zeggen we het wel in de wildwaterbaan. We gaan lekker, want het regent niet, het is echt zonnig weer. Het is echt zonnig weer. Lekker in de wildwaterbaan hier. Het is een wildwaterbaan, lekker leuk. Volg me op Instagram en stalk me. Volg me op Twitter en tweet me. Tadaa! Enkele seconden later zijn we er weer. Wij zijn dus serieus uit de attractie gestuurd omdat die kortsluiting had. En die man zegt, ja kan misschien een half uur duren. Rijden ze gewoon weer die kutkarretjes. Kijk, daar gaat er een. We gaan een verhaal halen bij Hij was eerst heel aardig tegen ons aan het doen. En we hadden goede gesprekken met hem over het leven en nou flikt hij ons dit. En ook hoe de economie in elkaar zit. Hoe de economie in elkaar zit, hoe dat sociaal in banden heeft met andere dingen die ook economie... En Al-Qaeda. En Al-Qaeda waar bij zit sinds vorige week. Ja. Dit is zo'n groening is deze aan... Hey! Nog een trein aan! Rennen Stefan, rennen! Denk dat we er niet voor langskomen man. Treintje. Super cool, trein. Kom, spring erin! Mijn deurtjes zijn dicht. Naar het stationnetje. Kijk, Rick, daar zitten die fans weer. Daar zijn ze! Daar zijn ze! Nou, een verhaal halen. Hoe kan het dat ze nu weer rijden?
Twee karretjes hadden allebei een storing tegelijk. Wat zei je? Twee karretjes hadden allebei een storing tegelijk. Dus? Is dit undercover in Nederland of u? Nee, zoiets. Veel beter. Ik heb er al eentje klaar staan, jongens, dus stap maar in. Yay! Hey, nog één. Nog een keer, nog een keer. Het was zo leuk de eerste keer. Tot zo. Tada, daar ben ik weer. Sorry dat ik niet verder ben gegaan in de vlog in de Mac Drive, maar deze jongen was echt hartstikke ziek. Ik heb nog bijna meerdere keren Stefan's auto ondergekotst. Daar weet Stefan niet, maar ik stond er echt op zo'n punt van kotsen. Zo lekker heb ik donders gegaan, dat ik, oh lekker, maar die milkshake, chocolade, moet je echt niet kopen. Het smaakt gewoon echt naar van dat chocoladepoeder waar je chocolade nou mee maakt, door een normale milkshake heen. Voel ik gewoon zo'n oplichterij, moest ik ook bijna van kotsen. Heb ik 2 uur in de trein gezeten, moest ook bijna van kotsen. Kwam ik thuis, 10 uur, ging ik gewoon in bed liggen. Daar moest ik niet van kotsen, dat was best fijn. Sindsdien ben ik gigantisch verkouden geworden. Dat is de shout-out naar Walibi voor mij verkouden maken. En toen werd ik vanmorgen wakker en ging douchen. En toen was er denk ik van, Rick, er staan 2 kinderen voor je deur. Dan denk ik, oh ja, dat heb ik afgesproken. Want ik heb heel vaak dat kijkers, hier zijn ze trouwens, aanschouwen ze. Ik heb deze jongen net gedwongen zijn Serpent Gameplay t-shirt aan te doen voor super goede reclame. Hoe tevreden ben je ermee? Ik ben heel blij. 10 van de 11, toch? Ja. Ik zou hem een 10 van de 11 geven. Ik ook. Dat had ik even nodig. Ik krijg heel vaak mailtjes van mensen die langs willen komen. En in het algemeen is mijn antwoord, je mag langskomen. Alleen doe het dan op een willekeurig tijdstip. Want ik zit nu bijvoorbeeld met examens. En op het moment dat ik afspraken ga maken, zoals nu. Ik had deze keer een afspraak gemaakt. En dan vergeet ik het weer. En dan lig ik in mijn bed. En dan is het weer mijn schuld. En dan ben ik verschrikkelijk. Want voor hetzelfde was ik niet thuis. Deze jongens kwam helemaal uit Doetinchem naar mijn huis toe. Als ik er dan niet ben, ben ik de grootste klootzak van de wereld. Dus daarom maak ik normaal geen afspraken. Als jij langs wil komen, mag je langskomen. Als ik druk ben, dan kom je gewoon niet binnen. Dat is jammer genoeg niet mijn probleem. Je mag even een foto en een handje schudden en aan een piemel zitten en dan moet je weer weg. Maar deze jongens, jullie waren 3 jaar bevriend nu of zoiets? 4 jaar bevriend. En toen zeiden ze, mogen langskomen. Ik had zoiets, nou, ik heb vakantie. Vooruit dan maar. Dus ja, party hard. Boy. Ik zei, ik maak nu even de vlog af. Ik ben even aan het ontbijten waar ze bij zitten. Het is echt hartstikke gezellig. Ik heb gewoon even mijn video's opgezet die nog niet online zijn. Dat is premium content. Terwijl ik een broodje aan het eten ben. Nu is het broodje op en zei ik ga even de vlog afmaken. Maar werk ik die? Zijn die Brenderen? Kan ik toch niet opnemen op dat moment? Ga even de James Bond Nightfire spelen. Want daar ga ik ze echt even keihard neermaken. Dus ja, daar zijn we nu. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering van de vlog. Jullie ook bedankt voor het gast zijn. Natuurlijk. En mijn ochtend en mijn lastigvallen in mijn leven. Ja, sorry. Ik heb er wel zin in om ze in te maken in James Bond Nightfire. Dus dat maakt mijn hele dag weer goed. Hopelijk word ik weer een beetje beter. En ja, dat was een leuke vlog. Denk ik, veel gebeurd. Veel niet gebeurd. Zoals ik ging kotsen. Maar even kijken.